Ik ben Tess van der Zwet van Tess et le Mouton. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Ja, lekker. Kijk je een beetje uit naar het livestreamconcert in het Zuid-Strand Theater? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er heel erg naar uit om weer lekker gewoon met de band te spelen. We spelen met de hele band. Oh, fantastisch. En dat is weer voor het eerst sinds de hele corona ellende. Dus, Oké, we hebben een primeur. Want je hebt de afgelopen twee keer heb je ook al iets voor het Zuid-Strand gedaan, maar dan vanuit de huiskamer. Ja. Hoe waren die eerste ervaringen voor je met livestreamen? Heel leuk, heel anders natuurlijk dan normaal gesproken met publiek voor je. Maar ik vond ook wel weer dat het een nieuwe dimensie gaf aan het spelen. Want je hebt toch weer een heel andere, ja, eigenlijk een soort ander contact met je fans, met je luisteraars. Mm-hmm. En wat ik heel erg leuk vind is dat iedereen meteen real-time kijkt en ook reageert. Dus je hoort eigenlijk meteen wat mensen ervan vinden. En het is ook heel leuk om dat achteraf weer terug te kijken en daar dan weer op te reageren. Dus eigenlijk wordt het contact met het publiek is veel directer nog. Ja. Ja, zeker. En je gaat dus nu weer met de hele band, ga je dus het podium op. Wat kunnen we dan eigenlijk verwachten? Vijf man Mouton. Ja, ik denk wel dat het een beetje te vergelijken is met koeien die natuurlijk op een gegeven moment weer uit de stallen komen en het weiland in mogen, zeg maar. Ik denk wel dat het behoorlijk los zal gaan, dus ik hoop dat de technici daarop voorbereid zijn. Ja, één groot feest. Precies, ja. En ik denk dat we ook wel echt de knallers gaan spelen van, we hebben natuurlijk maar een uur. Dus we moeten wel goed wel overwogen keuzes maken, maar ik hoop wel dat we mensen thuis een beetje aan het dansen zetten in ieder geval. Super, dus aanstaande woensdag om 8 uur allemaal kijken op ZST Live, Tess et le Mouton. Tot dan. Ja, tot woensdag.